Hallo, kijk zo niet in thee. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag met een nieuwe serie Minecraft of Survival met Ido, zoals jullie kunnen zien. Hi. En misschien horen jullie het ook wel, ik heb een andere microfoon. Maar dat terzijde, wat gaan we eigenlijk allemaal doen? Het is nou, laten we eerlijk zijn, jouw microfoon klinkt ruk aan dit. Ja, dat valt wel mee. Ah, ik ben van seeds aan het collecten, als jij vast wat hout gaat. Daar ben ik al mee bezig. Dus we moeten even zien waar we ook gaan wonen en alles. Het is wel een beetje een aparte biome, even zien wat voor biome is het eigenlijk. De Taika Hills. Dat is niet de perfecte biome vind ik, maar oké. Okay. Ik kan de wereld opnieuw genereren. Nee. Maar de kans is ook op een eiland gaan spawnen. Dat wil ik al helemaal niet. Nee, precies. Oké, okay, ik heb al een klein beetje hout. Oh! En waar zit jij nou ongeveer? Ik weet niet waar jij zit. Oh, ik had lag. Dat was server lag. Ja, nou, dat maakt op zich niet uit. Oh, ik zie je. Oh, hi. Ik heb nu, nou, 10 logs. Ah, wat hout. Dit is een achievement. Ik heb een crafting table. Is goed. Ik zie een mooi plekje om te wonen. Waar is dat? Kijk, daarachter is. Oh. Nee, het zand. Oh, ik hoor lava. Lava hieronder. Ja. Ik wil heel vroeg de netten in als we willen. Hier misschien. Mark. Moment. Ah ja, dat is misschien wel handig. Oh, het is een zeeschildpad. Hallo. Oké, ik ga ook wel even wat zo. Tools maken. Gaat goed met mijn stem. Ik hoor het. Even zien. Zal ik gaan minen als jij gaat bom hakken ofzo? Nou, je mag wel eerst even gaan shoffelen, voordat je een gat gevonden hebt. Ja, oké. Okay. Oké, de woordgrappen zijn weer op de top. Even denken, waar zou ik de mine een beetje doen? Beetje, ergens in... Wat zei je? Je haperde. Ergens in de map. Ja, no shit. Ja, ik doe het bij deze heuvel denk ik wel, achter je. Kom hier, houtblokje. Alles is geld waard. Ah, koetsie koetsie schildpadje. Ik weet niet of dat zo is in Minecraft, maar oké. Wat? Als alles geld te maken mee heeft. Goed genedels bij mij. Ja. Zoiets. Nou, ik heb even wat cobblestone nodig. Hoeveel? Minimaal 8. Nou, gelukkig ben ik daar al mee bezig, dus dat komt helemaal goed. Eerst wat ik een beetje wil gaan hebben is sowieso een beetje kool. Zodat we... Nee, we doen even charcoal, gaat sneller. Kan ook. Deze zelfde. Precies. Auw. Ik heb een achievement. Jee. Stone Age. Ja, die had ik ook al. Hakken, hakken, hakken. Zeker. Jongens, ik ga helemaal los in mijn trainingspak. Wat? Ik heb even een ho nodig. Ho, 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 ho. Voor een farmpje zeker. Zoiets. Och, het begint nu al te regenen. Dat kan niet veel goeds betekenen, denk ik. Dat er misschien ook mobs kunnen spawnen dan. Daar word ik niet heel erg blij mee. Wij spawnen nu geen mobs hoor. Ja,
ja, de kans is er wel dat er bijvoorbeeld zombies spawnen of zo. We hebben gewoon in deze biome, toch? I don't know. Toevallig al een deurtje gemaakt of zoiets? Nee. Ja, dat eerst wat eten. Eerst wat zorg voor eten. Ja, je doet maar. Ik ga gewoon even door met hakken totdat mijn pickaxe kapot is. En dan ga ik gewoon weer even een nieuwe stenen pickaxe maken. Oh, en dat is nu dus. A CD, please. Getting an upgrade. Zeker. We hebben niet eens een deur nodig, want je kunt er niet thuis in. Precies. Goeie architect ben ik zeg. Ik ben echt trots op mezelf. Jemig. Dat was wel dichtbij volgens mij. Ik hoorde de... Dit brandt de hele forest nu al meteen af. Oh, heerlijk. Ziet dat al meteen gebeuren? Dat kan wel positief zijn, we hebben wat meer ruimte. Maar alleen een heel stuk minder hout. Ja, en ik kan nu niet echt zien waar de kool is, want het is een beetje donker hier. Moet je brightness wat hoger zetten? Die heb ik volgens mij al op het hoogste staan. Ja, die heb ik al op het hoogste staan. Moet je een lampje aandoen? Ja, maar ik heb geen torch. Ben ik niet meer bezig, rustig! Als je me wat meer steen had gegeven, had ik wat meer kunnen. Dan had ik alles nu op elkaar gesprokkeld. Crafting table zit ik even binnen in het huisje. Dat is helemaal onhandig voor mij. Moet ik nog een stukje verder rennen? Ach ja, dat maakt niet uit. Is goed voor je. Kan een deur ook fikken? Iemand. Volgens mij niet. Jawel. Nou, oké. Wist ik ook niet. Het is genoeg voor één charcoal. It burns like hell. Jawel. Dat was weer dichtbij. Hey Mark, ik heb kool gevonden. Charcoal, zeker. Nee, kool. Kom eens. Kom eens. Ik ga niet zwemmen. Ik hoef niet te zwemmen. Ja, dan had ik Pietertje van de hoge band. Die vind ik echt wel mooi. Zo, dan kan ik er wat makkelijker bij. Daar kan ik gewoon echt van genieten van, gewoon echt van zo. Zoiets. Jemig. Godsamme, het begint echt hard te afweren. Goden zijn boven. Wat zijn we nog? Ja, ik weet het ook allemaal niet. We hebben te veel bomen gekapt. Nu al. Weet je dat Greenpeace in een boos wordt? Ja. Nou, ik heb in ieder geval een aantal bordjes, dus ik heb niet alles kool gebruikt, maar oké. Nou, ik zit in ieder geval lekker beschut onder de grond. Ik in het huisje. Ik ga eens een paar bomen terugplanten. Dat is misschien wel een verstandig idee, ja. Of het allemaal kleine boompjes worden. Zoiets. Damn, dat was weer dichtbij, volgens mij. Viel mee. Viel wel mee, totdat mijn bliksem jou raakt. Dat is weer zo'n leuk idee is, Mark. Vertel. Zullen we eens een Twitter-account aanmaken voor IMT? Dat is misschien wel een verstandig idee, ja. We hebben dus wel een Twitter-account, maar wat was onze gebruikers... naam en alles? I have no freaking idea. Dan kunnen we actiever gaan worden. Dat kan.
Ik wil binnenkort wel actiever gaan worden op Twitter, want Facebook uit de... Ja. Maar is Twitter niet van Facebook? Weet ik niet. Dat moet je mij niet vragen. Oh, daar gaat mijn pickaxe. Ik kom weer naar boven. Ik zie een kip, maar ik wil hem alleen nog niet slachten. Nou, dan doe je het niet. Wat? Dan doe je het niet. Wat? Dan doe je het niet! Nou ben je tenminste te verstaan. Zonder dat je halverwege wegvalt. Skeleton! Skeletons! Kom maar, pussy, kom maar! Mijn houten schep is sterker dan jouw zwaard. En jouw pijl en boog. Kom dan, ik kom dan! Ik wil zeggen. Mis! Want skeleton... Raak! Hebben geen boog. Dood! Of, dood! Oh! Die beesten zijn iets sterker dan ik had verwacht. Don't touch me, then I die. Waar de fuck ben je? Oh, daar ben je. Zo te zien wil die schildpad ook ons huis in. Ik wil even één keer aantikken. Dank je. Rest in peace, Ian. Ik zie droog. Ja, ik wil even een keer aantikken. Ik was het niet. Zul ik een hall of shame gaan maken? Als je je hoofd er terug krijgt. Kan ik wat regelen? Ja, god. Maar weet je wat ik ga regelen? Even een mooi vloertje. Hou niet van zand. We hebben buiten alle zandbak, ik hoef niet binnen een zandbak. Wacht, ik heb een schep en dan ga ik het met mijn hand graven. Ja, nee, handig. Wacht even, ik heb hem. Ik heb de comment. Wacht even. De Sido. Nou, ik loop weer even de mine in. Lijkt me misschien wel verstandig, want ik heb eigenlijk totaal nog geen resources gevonden. Maar wel gravel. Ik weet niet of ik daar zo blij mee moet zijn eigenlijk. Voor flint en steel. Ja. Dat komt nog wel een keer. Zo, even de torch hier even neerplempen. Dat is ook de laatste torch die ik had eigenlijk. Dus rest in peace. Want de rest heb ik ook een beetje buiten neergegooid. Even de mobs niet zo dichtbij te laten spawnen. Ik ken niet precies hoe het moet. Ik heb een ander idee. Top. Iron! Wat? Iron! Gefeliciteerd! Ik ben een jarig! Ik ga proberen de playerheads te krijgen, wacht even! Ja, doe maar. Dat mag je helemaal zelf weten. Ik heb al 5 iron ore. Wow. Spectaculair. Nou, ik kom weer even naar boven gekakt. Even zien. Hebben we toevallig al een kistje? Denk ik niet, of wel? De wat? Een kist. Nee. Auw. Je maakt niet echt efficiënt ofzo. Zo.
Kan veel efficiënter. Heb je een kist nodig? Zoiets. Ik kan er zo eentje maken. En wat meer hout nodig. Nou, daar ben ik al mee bezig. Ik heb een glitch gevonden. Wat dan? Moest komen in het huis. Hij destroyed Minecraft. Kijk eens naar die chesten. Dat wil niet werken. Nou, in ieder geval bouw ik even alles er alvast in. Zo. Dit is best wel random, vind je niet? Ja. Het broken nou! Sweet. I killed Minecraft. Dat is beter. Maar in ieder geval, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vonden. Geef een like en abonneer je even op ons kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.